Heb je wel eens gehoord van beeldschermcommunicatie? Dit woord hoor je misschien niet zo vaak, maar je hebt er iedere dag mee te maken. Als je met je mobieltje een foto of filmpje maakt bijvoorbeeld, iemand belt of een sms'je stuurt, is dat allemaal beeldschermcommunicatie. Gezellig MSN'en of surfen op het internet, beeldschermcommunicatie. Of een videofilmpje bekijken in de rij voor de kassa of in de tram. Inderdaad, ook dat is beeldschermcommunicatie. Beeldschermcommunicatie is overal. Ook voor woningcorporaties en hun klanten biedt beeldschermcommunicatie heel veel mogelijkheden en voordelen. Wat dacht je van narrowcasting? Oftewel informatie in de wachtruimte. Dat ziet er professioneel uit en scheelt baliemedewerkers heel veel tijd. Door huurders een speciale video te laten zien, weten ze precies wat er bij een renovatie komt kijken. Of hoe ze hun woning moeten opleveren. Ik denk dat het niet alleen in de corporatiewereld de vlucht van beeldmateriaal toeneemt, maar juist in de hele algemene communicatie. Mensen nemen steeds minder de tijd om te lezen. Ze willen informatie wat vluchtiger tot zich nemen. En ik denk dat beelden dan veel meer zeggen dan woorden en dan geschreven tekst. Dankzij beeldschermcommunicatie kunnen klanten, wanneer het hun uitkomt, online reageren op een woning. Handig voor de klant en natuurlijk ook voor de back-office huurdersadministratie. Of monteur nodig? Even online doorgeven en het probleem is zo verholpen. Veel meer gebruik maken van internettechnologie en vooral ook beter gaan luisteren naar de woonwensen van je klanten. Wat willen ze? Wat voor soort woningen zoeken? En daarop inspelen en zo de markt bedienen. Beeldschermcommunicatie is snel, actueel en transparant. Klanten weten precies wat jouw corporatie allemaal doet en kan. En als medewerker is het leuk om te werken voor een bedrijf met een goed imago. Ik denk dat het overal een vlucht neemt. Als je nou kijkt naar YouTube of internet, hoeveel corporaties tegenwoordig niet steeds meer een filmpje op internet zetten. Ik denk dat het gewoon een nieuwe manier van communiceren is. Je hoort het. Beeldschermcommunicatie heeft de toekomst. Ben jij ook overtuigd? Bedenk dan nog vandaag wat beeldschermcommunicatie voor jouw organisatie kan betekenen.